de identiteit van de man te zorgen. Je hebt het woord. Ja, mevrouw de minister. Samen met 600.000 mantelzorgers en meer dan 800.000 mensen die afhankelijk zijn van die mantelzorgers voor hun zorg, word ik ongeduldig. Ik word ongeduldig omdat wij in mei vorig jaar in dit parlement hebben beslist om mantelzorgers te erkennen en ze ook een maand mantelzorgverlof te geven. En normaal gezien moest dat ingaan op 1 oktober vorig jaar. Maar wat bleek toen ik u daar eind september over interpelleerde in deze Kamer, dat de uitvoeringsbesluiten daarvoor nog niet klaar waren. Dus er moesten nog een aantal stappen ondernomen worden. U moest onder meer het advies vragen van de gegevensbeschermingsautoriteiten en ook nadien kon u dan naar de Raad van State gaan. Dat heeft u ons ook bevestigd in de commissie nadien en de commissie Sociale Zaken. Maar wat blijkt nu? Dat de gegevensbeschermingsautoriteit dat advies al gegeven heeft op 29 november. En ondertussen zie ik nog altijd niet dat dat KB om mantelzorgers te erkennen dat dat er is. Dus we zijn eigenlijk, het had in voegen moeten gaan of mensen hadden het op 1 oktober moeten kunnen aanvragen. We zijn nu 3,5 maand verder, vandaar dat ik ongeduldig word, hoewel dat ik toegeef dat het in mijn aard ligt om wat ongeduldig te zijn, maar bij deze denk ik ook wel misschien terecht. Mijn vraag is dus, welke stappen moet u nog ondernemen om te zorgen dat dat KB gepubliceerd wordt en wanneer zullen mantelzorgers dan eindelijk ook dat verlof kunnen aanvragen? Dank u wel. Dank u, mevrouw Langsley. Minister De Blok. Dank u wel, mevrouw Langsley. Ik vind net als u dat dit een belangrijke wet is. Ik heb dat ook gezegd. Maar ik wist ook op 17 mei, als er gestemd is, dat dat eigenlijk niet haalbaar was om dat in oktober te doen. En dat heb ik ook gezegd. Samen met dan eerst minister Peters en nu mevrouw Muilen doen wij al het nodige om inderdaad die KB's zo snel mogelijk naar de gepubliceerd te krijgen. En inderdaad, ja, is die gegevensbeschermingsautoriteit die meer dan 30 dagen nodig hebben, is dat daar is er gekomen op 29 november. Maar daarna is er nog heel wat werk te doen om dat eigenlijk in een KB te gieten. En dat is binnen de administratie dat dat gebeurt. En het spijt mij, u bent ongeduldig, ik ook. Maar die mensen nemen ook kerst- en nieuwjaarsverlof. Het is dus binnenkort dat dit KB aan de Raad van State zal kunnen voorgelegd worden. En ik denk eigenlijk, hè, als je nu eens nadenkt, dat het niet realistisch was om in mei te zeggen dat dat er op 1 oktober ging zijn. Dat is eigenlijk nooit mogelijk. Als u nog maar gewoon alle termijnen opgeteld had, dan kwam u al aan nieuwjaar en dan hield u nog geen rekening met het feit dat minister Peters zou vervangen worden door mevrouw Muilen. Dus daar inderdaad is het zo, ja, het heeft daardoor allemaal vertraging opgelopen. Dat is normaal zo, als er een wissel is van op een kabinet. En wij doen dat allemaal in samenwerking en dat zal er komen en ik zal net als u zeer blij zijn als die dag er is. Dank u, mevrouw Rensri. Mevrouw de minister, wat komt u hier nu te zeggen? Dat we de mensen blaasjes wijs maken. Dat wij hier in het parlement, gestemd hebben dat dat op 1 oktober zou in voegen gaan. En u heeft dat toen, er is toen geen aanpassing of geen amendement gekomen van uw fractie om het te verdagen, om de inwerkingtreding te verdagen. Dat is er niet gekomen. Ik vind, als we beloften maken ten aanzien van mensen, dat we die moeten respecteren. En dat er al eens iets kan tussenkomen, dat begrijp ik. Dat er een verkiezing tussen zit, dat begrijp ik. Maar uiteindelijk, 1 oktober is gepasseerd. U heeft ondertussen het advies van de gegevensbeschermingsautoriteit. Dat ligt er en u bent nog altijd niet teruggekoppeld. U heeft nog altijd niet teruggekoppeld naar de regering, want u zou dat eigenlijk moeten doen om nadien effectief naar de Raad van State te gaan. Enfin, dit is eigenlijk, dit gezegd zijnde, wat u haalt mevrouw Muilen aan, er is geen enkele vertraging gekomen. Zij is klaar met haar werk. Zij wacht op uw besluit, op uw KB, anders kan zij niet voort. Ik roep u op om dit zo snel mogelijk in orde te brengen in het belang van die 600.000 mantelzorgers. Dank u wel. Het incident is gesloten. Dan vraag ik nu, zijn vriendelijke collega Agent.